Last minute wijziging, kunnen we nu al gaan lunchen? Het Nederlands staat bol van de leenwoorden. Zoals last minute en lunchen. En vaak zijn die zo goed ingeburgerd dat we niet eens meer merken dat ze ooit werden overgenomen uit andere talen. Het lijkt wel alsof we onbeperkt woorden kunnen ontlenen. Maar is dat wel zo? Als taalkundige doe ik onderzoek naar contact tussen talen. Bijvoorbeeld tussen het Nederlands en het Engels. Ik onderzoek of we Engelse leenwoorden in het Nederlands zomaar om het even waar in de zin kunnen plaatsen. Daarvoor analyseer ik transcripties van gesproken teksten. Ik bereken hoe vaak leenwoorden voorkomen in die teksten en in welke constructies dan precies. Neem nu het volgende voorbeeld. Het is een unfaire beslissing of de beslissing is unfair. Beide constructies strijden om de eer. Ze willen het leenwoord ontermeest gebruiken. Wat zien we? Jammer voor de eerste, maar unfair komt veel vaker voor in de tweede constructie. Wat doet de eerste precies mis? Sommige constructies zijn nu eenmaal eenvoudiger dan andere. In het eerste voorbeeld plaats je een unfair in het midden van de zin en moet je ook een uit toevoegen. In het tweede voorbeeld plaats je een unfair aan het einde van de zin. Je kan even pauzeren en je hebt geen ui nodig. Als sprekers kiezen we onbewust de gemakkelijkste weg voor leenwoorden. En daarom wint de tweede constructie. In mijn onderzoek heb ik ontdekt dat we heel vaak leenwoorden gebruiken, maar zeker niet onbeperkt. Want in een ingewikkelde constructie gebruiken we liever een Nederlands woord. In onze globaliserende wereld komen talen steeds vaker in contact met elkaar. Het is belangrijk om te begrijpen hoe we met die andere talen omgaan in onze eigen taal. Want taal toont niet alleen hoe we spreken, het maakt ook fundamenteel deel uit van wie we zijn.